there is a story that when Karl Marx came here, he saw the workers and the condition of the workers in Maastricht, and it was from that, seeing the workers and the state of the workers, because he was a middle-class person, that he began his theories on communism. Het is begonnen, die hele NC-kwestie, de NC-afgravingen, in een tijd dat de mensen om werkgelegenheid vroegen. Dus er wordt van alles geaccepteerd alleen maar om werk te hebben. En de NC bood werk aan honderden lui. En dat vergoedde natuurlijk vrouw. En dat legt ook een deken over een gemeenschap van, oh, dat is wel natuur weer toch afgebroken. Maar we kregen daarvoor terug werk. En werk is inkomsten en inkomsten is die welgevoelen in de maatschappij.